Start van de beslissende derde game tussen Wang Lichen en Kalinikos Kreyanga. Wang komt uit voor Kaan uit Frankrijk. Kreyanga voor Ochsenhausen, het thuisspelende Ochsenhausen in Duitsland. Ik denk dat Persson er toch de nadruk op heeft gelegd om de backhand niet te vaak aan te spelen van Kreyanga. Want zoals hij nu scoort, zo scoorde hij ook aan het begin van de eerste game. Korte service, opening naar de voorhand. Oh, pech voor Kreyanga. Rustig uitgespeeld. En nu mislukt de voorhand spin. 2-3. Mooi gezicht, die backhand van Kreyanga. Hij speelt met heel veel fysieke kracht. Moet wel gezegd dat Kreyanga vrijwel alle geluksballen mee heeft. Of zoals ze dat in het tafeltennis noemen, sorryballen. Betekent eigenlijk dat ze een geluksbal mee hebben, dat ze vervolgens sorry zeggen en er weinig van menen. Nee, het gaat mis met Wang Lichen. Hij weet zich te weinig raad met die spins van Kreyanga. Vooral die backhand is zeer sterk, maar het is dan een misser. Nu heeft hij weer eigen opslag. Het is ongelooflijk. Absolute wereldklasse van Kreyanga. Deze man is bezig om de wedstrijd te redden voor Ochsenhausen. Nu dan die time-out, een slim moment van Persson. De Fransen gebruiken hun vaste coach Martin Bratter nog niet. Dat is trouwens een spelercoach. Maar die speelt vooral mee in de Franse competitie. Vier. Goed,
8-6. Vooralsnog heeft de time-out gewerkt. Belangrijk punt. Krianga scoort 9-6. Hij kijkt goed uit zijn ogen, die Griek. Is alert op elke mogelijkheid die zich voordoet. En heeft dus de partij totaal gekanteld. Hij werd weggespeeld in de eerste game. Maar nu moet hij oppassen. 9-6 eigen service. Moet hij eigenlijk uitbouwen tot 12-8. Maar nu wordt het lastig. 9-9. Geen sorry van Wang Li-Chin. Gelijk heeft hij trouwens. Kan je toch weinig aan doen. Kijk aan. Wang Li-Chin staat er weer. 4 punten op rij op de service van Krianga. Ja, in zo'n situatie maakt die Chinees vrijwel nooit een fout. Wisseling van tafelhelft. Ik zei het eerder, dat gebeurt steeds bij de 10 in de derde game. De derde game die hier nog gespeeld wordt volgens de traditie. Dus tot 21. In de Zweedse eredivisie wordt er een tiebreak gespeeld. Dat was ook laatst het geval bij de Nederlandse Masters in Hilversum. Ook toen een tiebreak systeem. Toen bij de mannen een hele aardige tiebreak tussen Heister en Kane. Heister die matchpoint had, Kane die won. En dan een hele rare fout van Wang Li-Chin. 14-11. Ja, dit kan hem de kop kosten. Hele slechte serie van de Chinees. Dat viel me trouwens de vorige keer toen we een reportage van hem hadden. Toen speelden ze tegen Charleroi ook op dat hij een beetje als een robot speelt. Misschien moet hij nog iets meer zijn creativiteit ontwikkelen om echt de nummer 1 van de wereld te worden. Ja. 15-12. Weer een slordige fout. Yeah! 17-13.
en 17-15. De laatste time-out van deze partij. Wordt het toch nog Wang Lijin of wordt het Kreyanga? Als het Kreyanga wordt, en daar hoop ik toch wel een beetje op, want dat betekent dat we in ieder geval een leuke lange wedstrijd krijgen. Als Kreyanga wint, dan staat het 1-1. De bal was te zacht gespeeld. Dat kan natuurlijk ook nog, dat de bal te zacht komt, dat je rekent op een hardere bal. Dat is helemaal geen geweldige bal van Wang Lijin. Maar Kreyanga verkijkt zich en dus is hij die hele grote voorsprong kwijt. En 5 punten op rij nu, 17-18. Ja, deze partij gaat wel heel merkwaardig heen en weer. Kan Kreyanga het uitserveren of wint Wang Lijin en zet die Kaan op 2-0? Hier in het sportcentrum van de Beroepsschule in Ochsenhausen. Eigenlijk in Biberach. Oh, jongen. Geluksbal die zwaar in het voordeel was van Wang Lijin. Maar ik zei het, hij speelt een beetje als een robot en daar kan hij toch te slecht op inspelen. Er zijn een paar Franse fans aanwezig. En dat hoor je toch wel. Hele knappe bal van Kreyanga, 19-19. Net als in de vorige partij krijgen we een eindstand met het minimale verschil van 2 punten. Wat een spanning hier. Matchpoint Kreyanga. Hier boven de 10 heeft Wang Lijin toch een paar, zeker 3 knallers van fouten gemaakt. Oh, wat een einde. Ongelooflijk. Kalinikos Kreyanga wint op briljante wijze. Met een briljant punt, de derde game van Wang Lijin. En zo zet hij Ochsenhausen op 1-1. Goed, we kunnen met z'n allen even op adem komen, want dit was bijna letterlijk adembenemend. Kijk eens even, die coach die ramt die kleine Kreyanga bijna in elkaar. Moet je wel mee uitkijken natuurlijk. Waanzinnige rally dit. Maar goed, we gaan even kort pauzeren en komen dan weer terug met partij nummer 3. Hier in Biberach, zo heet het hier.